Welkom aan iedereen. Ja, we zijn met z'n allen hier heel dankbaar dat wij hier zo mogen zijn en dat jullie thuis hier mee kunnen kijken. Natuurlijk een bijzonder welkom aan onze muzici, aan Gert, Arens, onze fluitistes Esther de Marijke en onze sopraan Janine. We zijn hier live vanuit de zaal van Content Orgels. We hopen jullie een mooie muzikale avond te laten beleven. Alleen deze avond heeft nog een diepere laag. Dieke heeft in de afgelopen tijd een aantal periodes op Lesbos gezeten, in het vluchtelingenkamp daar. En afgelopen maanden kwamen nieuwsberichten waar we natuurlijk erg van schrokken dat daar zoveel branden zijn geweest. En om daar geld op te halen, om daar de kampen weer op te bouwen, om die mensen, die vluchtelingen die daar in zulke moeilijke omstandigheden zitten, toch weer tot dienst te zijn deze avond. Daar doen we dus voor. We halen deze avond geld op voor onze medemens. En het kan niet zoals we gewend zijn met een concert in een zaal vol met 400 mensen zoals we wel eens gehad hebben. Maar er staat een link in de omschrijving hieronder in, de YouTube-beschrijving. En er komt in de zoveel tijd komt er een QR-code in beeld. Die kunt u scannen en dan het geld overmaken. Dat bevelen we uiteraard warm aan. Wat wel mooi is om nog als laatste te zeggen is dat er zelfs vanuit Moria wordt er meegekeken vanuit Lesbos. En het is mooi dat ze ook daar betrokken zijn. Tussen de liederen, tussen de muziekstukken door is er een gedicht. Dat wordt voorgedragen door Dieke. Het gedicht is geschreven door een van de fluitisten, door Esther. En verder zal het programma zich zonder aankondiging vervolgen. Geniet van deze avond. Oh.
Stop.
lieve kind toen het moeilijk was. Toen heb ik jou gedragen. Daar, in het kamp Moria, zijn mensen, zoals jij en ik. Wat ik op afstand gadesla, zijn noden en moeiten. Hun leven is totaal ontwricht. Als we horen dat mensen geen huis hebben om in te wonen, geen waardige lonen, een paar dozen zijn er om een huis bij elkaar te rapen. Onderdak, veiligheid en leefbaarheid. Ja, dat zijn deze mensen kwijt. Hopeloos lijkt het op Lesbos te zijn. Nog erger en schrijnend nadat alles verbrand is. Niet alleen het verlies van het enkele wat er was, maar ook de emotionele pijn. Wie maakt het leven dan weer draaglijk en fijn? De wereld, maar ook Lesbos zucht. Zijn wij dan beter dan de mens in lijden? En hoe kan God door mensen, door lijden heen, mensen bevrijden? Thank you.
kan God dan door lijden heen mensen bevrijden? Was Jezus niet de redder die naar de aarde kwam? Als Gods zoon, het waarachtige offerlam? Hij heeft zich om ons mensen bekommerd. Dat niet alleen, nog zo oneindig veel meer. Hij heeft zichzelf opgeofferd. Door al het lijden heen is hij gegaan als de voleinder van het geloof. Hij heeft overbrugd de allergrootste kloof. Zijn wij dan beter dan onze medemensen in lijden? Zijn wij beter in staat om tegen de zonde te strijden? Verdienen wij wel het goede wat wij hier op aarde ontvangen? En waar wij stiekem ook naar verlangen? Wist u dat het is oneindige goedheid uit zijn goede tierenheid? Hij ziet de mens in lijden. Al lijkt God soms weg en kwijt. Al lijkt het soms zo tegendraads. God volvoert door het lijden heen zijn raad. Hij wil ons en de mensen in Lesbos helpen, in en door het lijden. Vlucht voor hen, door uw gebed naar Jezus, want hij is het die hen kan bevrijden. To earth, to earn the noble heritage.
Niet altijd krijgen wij antwoord op vragen. Soms ligt ons pad in het donker gehuld. Willen wij vechten en zeker niet klagen. Al is ons hart dan met droefheid vervuld. Waarom, o Heer, zijn er zoveel vragen? Waarom, o Heer, is er zoveel verdriet? Waarom, o Heer, kan de mens het niet dragen? En waarom, o Heer, is het uitzicht er niet? Een schouderklop, een luisterend oor, een woord van troost en een warm gebaar. God geeft u de gaven. Heb moed om te delen. Dan zal het tot troost zijn, tot troost voor velen. God wijst een ieder precies de juiste weg. Hij reikt u vandaag ook weer de hand. Een schouderklop, een luisterend oor, een woord van troost en een warm gebaar. God geeft u de gaven. Heb moed om te delen, want dan zal het tot troost zijn, tot troost voor velen. Ja, dan zal het tot troost zijn, tot troost voor velen.
en zo zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze prachtige avond. We hebben deze avond kunnen genieten van mooie muziek op orgel, piano, met zang, de fluiten. En ondertussen hebben we ook al een tussenstand doorgekregen van het bedrag dat we hebben opgehaald. Ondertussen is er al 1841 euro opgehaald. En gelukkig blijft deze livestream nog heel lang op internet staan. Zodat die, ja, het bedrag kan eigenlijk alleen maar hoger worden en ja, de uitkomst kan alleen maar mooier worden. Na zo'n avond hoort het om heel veel mensen te bedanken. Allereerst de muzici, Gert, Laurens, de fluitisten achterin, Esther, Marijke en Janine. Hartelijk dank voor jullie inzet. Het was allemaal prachtig. Dieke, bedankt voor het voordragen van het mooie gedicht en Esther natuurlijk voor het schrijven ervan. We bedanken Content Orgel voor het beschikbaar stellen van deze zaal, het orgel. De vleugel die beschikbaar werd gesteld door Verhoogmuziek, ook dank u wel daarvoor. Boven alles danken we God dat dit allemaal mogelijk is, dat we ondanks de tijd waarin we leven toch dit soort avonden nog met elkaar mogen hebben en dat we ja, en nog voor onze naasten kunnen zijn. En we vragen u ook om voor die naasten te bidden en er altijd voor die naasten te zijn, dus niet alleen vanavond, maar altijd. Als laatste zullen de muzici nog één lied spelen. Ik zal er zijn van Sela en de inhoud die wensen we ook van harte toe. En hiermee sluiten we de livestream ook af. Dank u wel en hopelijk blijven de donaties altijd oplopen. Tot ziens.